Morgan heeft me al 100 keer verteld wat hij van vandaag vond. Dus dan mag je het ook even in de vlog zeggen. Dat is wel een heel gezellig. Dat is een leuk museum, hè? Ja, een heel leuk museum. De rest zal ik zelf doen. Het was een heel leuk museum. Het was op een eiland, een natuureiland. Waar je heel veel natuurdingen kan doen. Nee, daar kun je gewoon leuk wandelen. Nee, het was niet heel goed weer. Maar het museum was echt heel leuk met echt heel veel originele tekeningen en zo. Dat was wel heel mooi. Ik ben alleen echt super moe. Dus we hebben de hele avond ook echt alleen maar tv gekeken. Dus mijn weekvlog komt morgen pas. Mijn weekvlog van vorige week. Dat is verder niet relevant nu. Maar het is nu dus echt 9:45. We gaan slapen. Ik ben echt gesloopt. Ik heb het ook de hele dag zo koud gehad. Dus ik ga nu lekker warm in bedje. En als er morgen iets leuks gebeurt, zie ik jullie morgen weer. Morgen heb ik na een lange tijd eindelijk weer eens ballet. Ook daadwerkelijk van de docent. Die het normaal geeft. Of 2 weken geleden al een invaller. En verder weet ik het niet. Verder ga ik lekker aan mijn scriptie in mijn leven. Dus nu wordt het donker. Dag jongetjes en meisjes en kindjes. Het is dinsdag en we hadden de hele ochtend heel goed Spaans huiswerk gemaakt. Toen waren we klaar en toen zei ik tegen Joran, gaan we zo samen eten? En zei hij, ja, gaan we samen ergens eten. Dus nu zijn we samen ergens aan het eten. Allemaal eten en drinken dat ik niet mag, maar ik doe het lekker toch. Zo is het. Zo ben ik. Gaan we lekker eten. Ik heb echt heel veel honger. Maar dan jammer dat we nu niet gewoon spannend tafel kunnen kijken. Met elkaar praten. Woensdag en ik heb vannacht echt super slecht geslapen. Gisteravond waren we weer Once Upon a Time aan het kijken. En, of zoals wij het noemen, Lang Zal Ze Leven. En dat, het is nooit echt eng. Maar gisteravond waren er wel gewoon een paar hele kleine dingetjes waar ik dan gewoon een beetje bang van word. Dus ik was nog gisteravond bang en toen ik ging slapen viel het eigenlijk wel mee. Maar ik had dus vannacht een hele enge droom daarover. Ik weet niet eens meer precies wat het was, maar het was heel eng. En midden in die droom begon Pip keihard te blaffen. Pip was ook in de woonkamer, wat ook wel gek is, want normaal slaapt hij gewoon bij ons in de slaapkamer. Dus ik werd gewoon midden in de nachtmerrie wakker van Pip die blaft. Oh, ik was zo bang. Maar gelukkig was Joran helemaal niet bang. En hij zei, oh, Pip heeft waarschijnlijk gedroomd. Toen zei ik, ja, zullen we toch even kijken? Nou ja, was natuurlijk niks, maar oh, ik was echt het was heel naar, dus vanaf toen heb ik ook echt gewoon niet meer goed geslapen. Maar goed, het is 10:30 en ik ga nu schrijven. En daarna ga ik even de video die vandaag online moet komen even afbewerken. Dat heb ik wel voor de verandering al een keer op dinsdag opgenomen, dat is wel fijn. En daarna wil ik heel hard aan mijn scriptie. Daar heb ik wel zin in. Dus, ik ga nu mijn boek afschrijven. Heel heftig. De laatste keer dat ik een boek af heb geschreven was in 2011. Heftig. Dus, daar gaan we. I sat down with a sharpened pencil in my hand. And you were in my head. And I had planned to write you into verses and immortalize your virtues for 100 years. Then I thought. En toen was ik klaar met blablabla. En toen was mijn verhaal af. Hoe noem je dat? Heel erg raar. Maar ik ben wel heel blij met het einde. Ik zat wel een beetje. Ik had het einde echt vanaf begin af aan eigenlijk al in mijn hoofd hoe het moest zijn. Maar om het uiteindelijk toch in woorden te zetten was toch wel lastig. Maar ik ben er echt
wel heel blij mee. Vooral met zeg maar het einde van het ene laatste hoofdstuk. Dat had ik spontaan bedacht. En dat is echt, daar ben ik echt heel blij mee. Oh man. En nu wil ik dus volgende week. Wil ik het allemaal. Het is trouwens heel dun eigenlijk. Het is nu uiteindelijk 81 pagina's in Word zeg maar. Wat ja wel een A4'tje is. Dus een, echt een boekvorm is dan iets kleiner. Maar dat is dan wel weer dubbelzijdig zeg maar. Dus dan heb je. Ja, ik weet niet. Het is best wel. Het is helemaal niet dik of zo. Maar. Ja, ik ga het. Volgende week ga ik het uitprinten. En dan ga ik het helemaal overlezen. Met een rode pen. Lekker dingen krassen. Waarvan ik dacht, dit moet ik anders zeggen. Of ik weet een paar dingen. Een iets, zeg maar, een symboolachtig iets. In het begin heel vaak terug laten komen. En aan het einde. Heb ik het daar weer over. Maar volgens mij heb ik het te lang er niet over gehad. Waardoor je als lezer misschien denkt. Ké, wat is dit? Dus dat moet ik wat vaker, denk ik, even terug laten komen. Dat soort dingen. Gewoon het helemaal overlezen en beter maken. En dan ga ik het naar een uitgeverij sturen. Ik heb ook al een uitgeverij gevonden naar wie ik het wil sturen. Zeg maar, ik heb al wel eerdere verhalen naar uitgeverijen gestuurd toen ik een stuk jonger was. En die werden altijd afgewezen. Maar ik heb wel echt, ook wel echt complimenten gekregen. Maar dat mensen zeiden dat ze merkten dat ik gewoon nog iets te jong was. Maar dan stuurde ik gewoon eigenlijk naar elke uitgever die ik kon vinden. Die zeiden dat je het mocht mailen. Omdat ik het niet wilde uitprinten en opsturen. Maar nu heb ik echt daadwerkelijk een uitgeverij gevonden. Waarvan ik denk, hé, hier pas ik bij. Dus neem niet weg dat ik het waarschijnlijk nog wel naar andere uitgeverijen ga sturen. Maar ja. Dus ja. Goed, maar eerst moet ik het herschrijven. Maar eerst ga ik nu even een filmpje van Bonnie afkijken. Dan filmpje uploaden, of nou ja, afmaken en uploaden voor een beetje de extra video van deze week. Dan Pip uitlaten, ergens nog een keertje eten, dan scriptie. Okay. Super grappig. Voor mensen die het niet weten, ik heb de drone die van Bonnie is geweest. Want ik zag toen, oh jee, Pip heeft je speeltje gevonden. Ik zag toen allemaal video's van Bonnie's drone. Nou ja, beelden van de drone eigenlijk. En ik zat alleen maar tegen Johan, oh, het is zo mooi, het is zo geweldig. En toen kreeg ik dus het bericht dat ze hem verkocht op Marktplaats. En toen zei ik tegen Johan, oh, ze verkoopt hem op Marktplaats. En toen heeft hij hem voor mij gekocht als verrassing. Maar de afgelopen tijd zat ik alleen maar te praten over de GoPro. En ik wil een GoPro. En nu verkoopt Bonnie haar GoPro op Marktplaats. Dus ik zei tegen Johan, Bonnie verkoopt haar GoPro. Maar goed, ik sta bij hem in de schulden heel erg. En Joran vindt een GoPro überhaupt gewoon nutteloos. En dus ik denk niet dat hij hem voor me gaat kopen. Maar het was toch wel even grappig. Want ik dacht, waaah, daar gaan we weer. Het zou cool zijn. Ik koop gewoon al Bonnie spullen. Maar nee, waarschijnlijk niet. Tiny little history. You once struck me as a mystery. Now I wonder what I used to see. Those empty pages screaming natural just like all the rest. Oh, oh. Het is vrijdag en ik heb zojuist de video gezien van Bonnie die vandaag online is gekomen. Wat betekent dat ik alle video's op haar kanaal heb gezien. Ik ben vorig jaar, december 2016 ben ik begonnen met alle video's van haar kanaal kijken. Bij de allereerste begonnen zeg maar en nu ben ik klaar. Echt wel gek dat ik nu klaar ben. Dat ik echt denk van wow, wat moet ik straks gaan kijken tijdens mijn lunch? Maar ik heb natuurlijk wel genoeg te kijken. Maar echt zo gek. Ik moet er denk ik echt wel even aan wennen dat ik nu moet wachten op weer een nieuwe video. Maar goed. Ik ga even snel boodschappen doen. En dan ga ik mijn haren wassen. Oh, daar heb ik zin in. Lekker douchen. En dan daarna moet ik gaan werken. Ja, en vanavond hebben Joren en ik een afstudeerborrel. En we gaan misschien ook ergens iets eten met mensen die er ook naartoe gaan. Maar ik heb ook dansles tussendoor. Oh, en ik moet ook eigenlijk even dansen oefenen. Want, oh, ik weet helemaal niks meer. Maar goed, ik ga eerst boodschappen doen.
is zaterdagavond. De afstudeerborrel van gisteren was wel gezellig. Het was echt zo'n studentenvereniging, afstudeerborrel. En Joren en ik zitten allebei niet bij studentenverenigingen. Ik ken dat ook niet echt, dus dat is dan wel grappig om te zien. En vandaag heb ik de hele dag eigenlijk aan deze vlog gewerkt. Maar nu ben ik aan het oppassen. En ik pas hier al 2 jaar op of zo, maar dan heel onregelmatig. En eigenlijk zijn de kinderen ook meestal onder bed, dus ik hoef niet zoveel te doen. Maar ze zijn nu dus verhuisd. En ze zijn ook echt nog in de verhuizing, dus er zijn ook nog best wel veel dozen en zo. Maar dit huis is zo groot. En moet je kijken hoe gaaf. Ik hou van deze muur met die schilderijen en die lamp. Maar hoe hoog dit is. Moet je even, wacht even. Ik zal even laten zien. Oké, nu zie je het plafond. Heel gaaf huis en boven is het wel heel mooi, maar het is nog niet helemaal af. Maar ik ben echt ook echt wel fan van dit huis. En ik ben nu aan het werken. Ik moet 70 minuutjes typen voor maandag. En morgen ga ik heel veel doen. Allemaal leuke dingen. En daarom sluit ik dus nu al de weekvlog af. En dan is morgen de eerste dag van de volgende weekvlog. Dus dank voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vinden. En tot volgende week en tot woensdag bij de extra video. Doei!